wij zijn. Hè? Voordat we er echt in vliegen, dames en heren, ga ik misschien toch een klein beetje duiding geven. Moet ik er toch bij vertellen dat wat wij doen, dit projectje, dat is ontstaan vanuit een burn-out. Het is maar dat ik het weet. Nee? Voilà. Het was een paar jaar geleden, het was nog in het pre-corona-tijdperk. En op een dag was ik compleet gecrashed. Ik was in één keer, ik kon niet meer, ik wou niet meer, het interesseerde mij ook niet meer. Wacht, mijn broer is enorm aan het sukkelen en gezegd, de verkeerde kant op. Ik wist dat ik thans op mijn dag nog van pas ging komen. En dat is dus het moment. Voilà. Rick Tans. En alles samen. Vooral filmen, vooral filmen. Je mocht dat allemaal filmen, je mocht dat op sociale media zetten. Dit is dan niks. Zo kapot. Ja. Moment, moment in te roepen. Moment in te roepen. Man. Kan dat, is een goede start. Ja. Daar wil je niet op afwachten. Ah ja. Ja. Ik wil maar zeggen, dat is ook de relativiteit van het leven eigenlijk. Hè? Dat je denkt, we gaan een optreden geven en je begint met het aan elkaar plakken van een microstatief. En wat is het antwoord? Ik zou het kiezen. Ooit komt het goed. Iemand heeft technisch verstand. Als het niet werkt met ducting, moet je het nooit bespreken. Oké, dus ik dacht, ik begin een verhaal over mijn burn-out. En het is al helemaal weg. Ik weet niet of jullie ooit een burn-out meegemaakt? Dat is heel raar. Ik kende dat niet, tot het mij plots overkwam. Ik kreeg paniekaanvallen als de telefoon ging. Dat was mij tot daarvoor helemaal vreemd. Ik was fysiek uitgeput van alleen maar naar de bakker te gaan en terug. Ik durfde naar mijn eigen huis niet meer uit en blijten, manneke, echt waar, blijten. Ik hoor u nu denken, is dat nu iets van een show mee te beginnen? En ja, ik dacht, ik stel mij kwetsbaar op. Omdat ik denk dat dat hier wel kan. Allemaal wel gekomen, hè, trouwens, op deze toch wel zeer bijzondere dag. Ik had dus een midlife burn-out depressie mix. Ik stelde alles in vragen waar ik mee bezig was, ervan gekend. En als je het nog niet kent, maak je geen zorgen, het komt. Hè. Je bevindt je op een punt in je leven dat je niet meer weet wat je nog wilt doen met de rest van je dagen en dat je vooral beseft dat alles wat je ervoor gedaan hebt eigenlijk niet meer was dan een schitterende fles. Ik vond acteren ineens een heel belachelijk beroep, dat is echt waar. Ik dacht ineens, ik heb een broer die is verpleger op de palliatieve in Ieper. Ik heb een zus die is verpleegster. Ik heb twee andere broers die geven les. Dat zijn allemaal beroepen die er te doen. Nee, een ander broer van mij... Ja, niet iedereen kan even nuttig zijn natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Dat zijn allemaal beroepen die er te doen. En acteren, hè? Ik dacht ineens, hoe meer dat je daarover nadenkt, hoe onnozender dat eigenlijk wordt. Je gaat keiserieus op het podium gaan staan om te doen alsof dat iemand anders bent. En iedereen speelt dat spelletje dan maar mee. Enfin, ik wil maar zeggen, ik was terechtgekomen in een niet te ontkennen existentiële crisis. Wie ben ik? En wat heb ik te vertellen in deze wereld? Je begint motto's te kopen omdat je denkt dat daar het geluk ligt. Hè? Je begint vreemd te gaan. Nu spreek ik in het algemeen. Hè? Nee, ik ben niet vreemd gegaan. Ook niet van mijn vrouw. Moeilijke periode eigenlijk. Niet tof. Enfin, ik wil maar zeggen, het was de eerste keer in mijn loopbaan als acteur dat ik oprecht dacht, misschien moet ik wel eens iets helemaal anders gaan doen. En dat was in die periode dat ik de heer Rick Tans terug tegenkwam, moet ik zeggen, want we kennen elkaar eigenlijk al heel lang, 25 jaar of zo, bijna 30. En, we waren elkaar een beetje het oog verloren. Ik kom Rick terug tegen, hij vraagt hoe dat met mij gaat. Ik vertel een beetje over hoe ik mij voelde. Rick luistert, want dat kan Rick. Rick kan luisteren. En hij zegt, ja Matt, ik hoor u iets helemaal anders doen, maar wat zou je dan doen? Je kunt niks. Ja, af en toe moet je in het leven iemand tegenkomen die u inspireert. En voilà, hier staan we nu met ons nieuwe projectje. Mathias Sercu en de opportuniteiten. En voordat je de vraag stelt waarom Mathias Sercu en de opportuniteiten geeft toe, Rick Sercu en de opportuniteiten, dat had echt nergens op te slaan. Dus voilà, en we hebben een show gemaakt en de titel van die show is Dit is geen ballade. Dan weet je al direct wat het niet is. Oké? En als je zo'n show maakt, dan begin je natuurlijk na te denken over wat gaat het doen in je show. Nu, over één ding waren we het heel snel eens, we gaan niets doen met humor. Humor, dat vinden wij, iedereen doet humor. Humor is zo subjectief ook. Je kunt nooit voor iedereen goed doen, toch? Ik ben een West-Vlaming, er zullen er nog wel zijn. En ik vind dan bijvoorbeeld de West-Vlaamse moppen leuk, maar elders in het land hebben ze daar niks aan. Bijvoorbeeld, als ik klein was in de lagere school, had ik zo'n speelkameraadje, die heette Titus. En als dat woensdagnamiddag was, dan ging ik naar die zijn huis, dan belde ik aan om te gaan spelen. En dan deed zijn moeder de deur open en dan zei ik, dag madame, is Titus? Dus je begrijpt, humor, dat gaan we niet doen. Voilà. U mag het dus verwachten aan een heel ernstige namiddag over existentiële problemen. Okay? Bereid u daarop voor. Voilà. En ik ga ook niet te veel babbelen. Voilà. Ik heb een beetje de neiging om te veel te babbelen. Ja. En dan sla ik er niet meer in om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Dat is nog een werkpuntje voor mij. Bijvoorbeeld, hoofdzaak is dat je van straat bent. Bijzaak is dat je eigenlijk op haar zuster verliefd waart. Dat soort dingen. Hoofdzaak, bijzaak. Snap je? Liedjes spelen, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dat beloof ik u. Het zou onnozel zijn om het niet te doen, maar alles wat hier op het podium staat en zelfs terug aan elkaar hangt met duct tape. We gaan liedjes spelen. Nu, de vraag als je zo'n show maakt, dat is dan natuurlijk welke liedjes gaat je spelen. Doet je eigen liedjes of doet je bestaande liedjes? Want bestaande liedjes kunnen leuk zijn, toch? Johnny Cash bijvoorbeeld, nooit verkeerd. I hear the train coming, it's rolling down the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. keeps dragging on, but that train keeps moving down the Southern Road. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot the man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I'm gonna hit and cry. But those people keep moving, and that's what tortures me.